elke dag onnodig 110 enorme meters hoge vakkers laat branden. Dus die vakkers die verbranden gas en wrijven bij de oliewinning. Wij zetten met deze actie Nigeria brand, Shell stopt de brand. Genoeg? Ja, klopt. Ja, we zijn nou, nee, dan toch. Waar dan? Dan toch, dat komt. Ik kom dan niet omdat het even afgesloten is. En dan lopen we deze kant uit. In principe wachten we gewoon bij de stoplichten en de mensen van de Milieudefensie in de oranje hesjes begeleiden het verkeer als het nodig is. En de politie loopt ook met ons mee. We lopen eerst langs de Nigeriaanse ambassade, dan lopen we naar Shell. En we eindigen op een manifestatieterreintje waar we ons gaan opstellen in de vorm van Shell logo. Dat hoef ik verder niet uit te leggen, dat zal ik dan ter plekke. Geert, wat doen we hier? Ja, nou in de eerste plaats welkom allemaal namens Milieudefensie. Mijn naam is Geert Ritsema, ik ben woordvoerder voor het onderwerp internationale betrekkingen van Milieudefensie. En wij staan hier vandaag omdat we protesteren tegen het feit dat Shell elke dag opnieuw in Nigeria op 110 locaties gas in de brand steekt dat vrijkomt bij de oliewinning. Nou, die praktijk van dat gas afvakkelen is al heel lang omstreden. En het is vooral omstreden omdat het een pure verspilling is. Deze praktijk zou Shell in Nederland nooit in zijn hoofd halen. Maar in Nigeria doen ze het dus elke dag. En om even een beeld te geven hoe hoog die vlammen wel niet zijn, moet je ongeveer denken aan die vuurtoren. Waarbij dan ongeveer de helft is een soort metalen constructie. En wat er bovenuit komt, dat is dan de vlam. En die vlammen die staan dus naast vlakbij dorpen in Nigeria en die zorgen ervoor dat er over die dorpen heen een hele cocktail van giftige rook en allerlei giftige stoffen wordt uitgestort waardoor mensen allerlei ziektes krijgen zoals astma. Maar ze zorgen er vooral ook voor dat er volstrekt onnodig heel veel broeikassen, gaskassen de lucht ingaan. We hebben berekend dat de hoeveelheid broeikasgas die Shell door het afvakkelen van dit gas in Nigeria dagelijks uitstoot, gelijk staat aan 4 miljoen personenauto's. Ja, hè? Als ze branden kunnen jullie een beetje uit elkaar. Dat is spannend. Ja, dat is goed.
mensen die proberen voortdurend om onder die verantwoordelijkheid uit te kruipen. Tegen ons in Nederland vertellen ze het verhaal dat ze er echt alles aan doen om zo snel mogelijk in Nigeria te stoppen met het afvakkelen van gas. En dat ze daar heel veel tijd en energie in steken. We weten van onze Nigeriaanse collega's waar we dagelijks contact mee hebben dat dit gewoon niet waar is. En dat Shell in Nigeria juist alles in het werk stelt om de beslissing zo lang mogelijk voor zich uit te schuiven. En dat is gewoon een ordinaire geldkwestie. Shell wil gewoon niet een investering die ze eigenlijk jaren geleden al hadden moeten maken, die willen ze gewoon niet doen. Ze weigeren een investering te doen die belangrijk is, niet alleen voor de mensen in Nigeria, maar eigenlijk voor de hele wereldbevolking. Want het gaat hier om een probleem wat ons allemaal aangaat, de verandering van ons klimaat. That Milieu Defensie was going to organize something. I was not expecting this kind of turnout. But I must confess today that my heart has been bleeding, my heart has been weeping, and I stand here on behalf of more than 26 million Niger Delta people who have been rendered voiceless because of poverty, because of deprivation, because of marginalization, who cannot speak, whose cry nobody can hear because there's no electricity to even bring out their voice. I stand here on behalf of them to say, well, for you to have taken your time to come out this night in the cold, to hold these things on behalf of them, I tell you whatever thing your endeavor will be, I speak to the Christians, to the Muslims, to the atheists, to those who are free thinkers, you have done something, and someday, somehow, history will have a place for what you have done for my people. I want to thank you, and I want to appeal to you that you should continue to exert pressure. And I see this not just the blame of Shell, my government is also responsible, but by the time this kind of international pressure begins to mount on them, I believe that the people who are in a position to take decision that will bring about change, and that change that we need in the Niger Delta, is that all the gas flare must stop. All the gas flare must stop. People are dying every day, and this must not continue. So I thank all those who have put this wonderful thing together, and I thank the security forces who have led us wonderfully here, and I thank you all who have come to stand here today. I say my heart goes to you, and the heart of more than 26 million people go to you. Thank you very much. Keep the struggle going for us. Thank you.